Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag weer een nieuwe vlogmas. Oh my god, ik weet gewoon serieus niet welke dag het is. Volgens mij is het 13 december. Ah, dat staat ook gelijk zo gezellig. Wat minder gezellig is, is dat het momenteel enorm aan het regenen is. Ik keek gisteren ook op het weerbericht en het gaat gewoon de hele dag regenen. Echt heel erg, want Sarah en ik moeten er zo meteen uit en ik vroeg al aan haar, hoe ga je naar buiten, hoe ga je naar de stad? Maar ze gaat de bus pakken en daar ben ik blij om, want dat was ik ook van plan. Ik ben niet van plan om vandaag helemaal nat geregend te worden. Ik ga straks lekker met de bus en dan zie ik Larissa straks in Utrecht, want we hebben afgesproken bij de Swatch Store, omdat we daar een heel mooi horloge mogen uitzoeken. Maar we weten gewoon eventjes niet zo goed hoe ze eruit zien en wat we moeten doen, want je kan ze helemaal samenstellen. Dus we willen het ook graag aan jullie laten zien en dan mogen jullie ook je mening geven van hoe wij hem samen moeten gaan stellen. Dat lijkt ons wel heel erg leuk. We zijn er! Het regent, dus we gaan snel naar binnen. Yes! Nou, we staan op dit moment in de Swatch winkel en we staan nu bij de Swatch XU collectie waar we dus uit mogen kiezen. En er is echt super veel keuze. We mogen kiezen uit een klokje, uit een bandje, dan kan je er nog een loopje bij kiezen en ook nog een leuke extra accessoire. En er is zoveel keuze, daarom hebben we jullie hulp nodig, want we komen er zelf anders echt niet uit. Nou, hieronder vind ik deze bijvoorbeeld heel erg leuk, want deze zoete kleurtjes zijn gewoon heel erg vrolijk. Of natuurlijk gewoon een hot pink. Dat roze, dat trekt mij gewoon nu heel erg aan. En deze extra's zijn ook leuk. Het zijn echt van die steentjes. Of ik zag hier een hartje. Deze vind ik ook heel erg schattig. Dus ik moet keuzes gaan maken. Ik zat zelf ook heel erg te kijken naar dit klokje. Vind ik heel erg mooi. En dat rood vind ik gewoon heel erg leuk. Maar ik ben ook heel erg dol op die streepjes. En ik vind inderdaad dit klokje ook echt super leuk. Nou, we kunnen ze alvast even gaan samenstellen. Dan zien we een beetje hoe ze eruit komen te zien. Dus we hebben hier twee van die bakken met de twee soorten collecties. Yes. Dit zijn degene met de kleine klokjes en deze zijn wat groter. Dus we gaan heel eventjes mixen en matchen. Ik vind deze kleurencombinatie echt super leuk. Dus ik noem dit eventjes optie A. En deze vind ik ook heel erg leuk. Dit is kleuren optie B. En deze is ook super vrolijk. En dit is kleuren optie C. Dus laat me eventjes weten welke jij het allerleukst vindt van de drie. Zo, nu is het aan Tara de beurt om haar keuzes te gaan maken. En ze zit zelfs eigenlijk nog te twijfelen tussen deze grotere klokjes of de iets kleinere. Choices, choices. Ja, we houden van streepjes natuurlijk, dus het is eigenlijk een no-brainer. Dit is mijn eerste combinatie. Ik noem deze voor de makkelijkheid eventjes optie nummer D. En dit is dan optie E. Dit is dan weer het kleinere klokje. En dit is dan mijn derde optie. Die noem ik optie F. En dit is dan met een rood groot klokje. Welke optie jullie voor mij het leukste vinden hoor ik ook heel erg graag. Dus laat het even in de comments welke je voor Larissa het leukst vindt en voor mij. En dan gaan we uit die opties een keuze maken. Nou, ik hoop dat jullie ons kunnen helpen met de keuzes in ieder geval. Dus laat echt even een comment achter. En dan gaan we nu heel eventjes wat lunchen. Zo, we zitten eventjes boven bij de Hema. We hebben allebei een bak met snert. Snert en een roggebroodje met de katerspek erbij natuurlijk. Nou, en een stijl. En een muntteetje. En we zitten even boven, dus je kan ook nog naar buiten kijken. En dan zie je hier allemaal sneeuw. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Eet smakelijk. Dit is echt de vetste speak die ik ooit heb gezien. En die past bij de holographic slingers die Larissa heeft. En hij is echt maar 2,50. Dat vind ik echt best wel goedkoop. Dat is heel goedkoop. Dus ik denk dat ik hem ga nemen. Hier zie ik een plekje. Dus wel even een mooi uitkiezen inderdaad. En dit is ook heel leuk. Oh kijk, dit is leuk. Dit zijn die robots. Maar als je die ook doet, dan heb je echt een soort van regenboog. Ja, ik wil een beetje kerstboom. Een felle hysterische. Oh. Zo'n kerstboom, ja, duidelijk. Maar deze is wel echt super vet. Die telefoon vind ik eigenlijk wel leuk. 2,50. Oh, die is ook leuk, maar dan zou je echt zo'n mermaid boom kunnen maken. Met ook van deze kleurtjes erin. Nou, we zijn inmiddels weer bij Larissa thuis. En ik vind het echt super leuk dat je de kerstboom, dat er allemaal lampjes in zitten. Ja, echt, hè? Maar voor de rest is hij nog wel een beetje leeg. Ja. Maar ik heb een paar dingetjes gekocht. Want ik weet al dat ik soort van ongeduldige reacties kreeg van wanneer ga ik nou inrichten. Ja, ik moet zeggen dat ik me ook echt afvroeg van wanneer gaat het nou gebeuren, joh. Ja, ik heb er helemaal niet moeite mee. Maar ik zal even wel laten zien wat ik heb gekocht. Oh, wacht. Allereerst. Ja, ik ben ook niet ongeduldig, maar ik heb wel zoiets van het is gewoon niet af. Ja, maar ik ben altijd al heel erg geweest van meer kaal en simpel. En nou vind ik het wel goed. Maar in ieder geval, ik heb eerst twee zwarte kaarsen. Dit is er één, maar ik heb er nog één. Twee zwarte kaarsen. En ik heb dat laatste voor een houdertje gekocht. Dus dat had ik weer even nodig. Nou, deze te gekke piek. Waar zijn mijn slingers eigenlijk?
Oh, waar heeft die weggegooid? Nee, toch? Hoezo zou die weggegooid moeten zijn dan? Waar zijn mijn slingers dan? Waarom zou iemand slingers... Je gaat toch niet slingers weggooien? Ja, misschien dat hij ze lelijk vond of zo. Dat hij ze gewoon weggegooid. Ze matchen echt zo goed. Dat is echt een goede match. Dit. Heel leuk. Ja, maar ik zweer je... Het past niet bij de minimalistische sfeer die jij wilde dan. Nee. Want als je deze erin doet, dan zullen jullie gelijk zeggen, oh, hij is af. Denk het wel. Dus die hebben we. Dan heb ik ook nog dit gekocht. Dit is een hele leuke slinger. Ja. Met sterretjes. Ik ga die niet in de boom doen, want ik denk niet dat ze... Ik denk niet echt dat nee, ze dat heel gaat niet. Komen. Nee. Dus ik denk eraan om ze hier op deze witte kale muur op te plakken. Gewoon met washi tape. Leek wel heel erg schattig en leuk. Okay. Of een ander plekje. Of ja, ik zat, daar. Ik zat te denken misschien inderdaad hier. Ook, want hier mist nu een beetje die... Ja, toen ik jarig was, had ik ook zo'n hele leuke slinger opgehangen. Dus deze vond ik echt gewoon heel erg schattig. En ik heb deze gekozen omdat je ook deze na de kerstdagen nog kan ophangen, vind ik. En dan de eerste kerstbal die ik heb gekocht. En dat is echt een klassieker. Is dit letterlijk de allereerste kerstbal die je ooit in je leven hebt gekocht? Ja, ik denk het wel. Oh, zo special. Daar had er wel een andere bal in, maar die heb ik gekregen. Dus dit is hem geworden. Yay, ik vind hem echt heel leuk. Hij is echt super cheap ook. Deze was maar 1 euro. Moet je kijken hoe leuk. Dat is echt heel goedkoop. En ik weet niet of je nog de vlog van gisteren kan herinneren dat ik naar de intratuin ging. Toen zei ik ook, overigens had je ook zo'n auto staan. Volgens mij hetzelfde soort model. Ja. En daar deed me deze heel erg aan denken. Dus ik dacht, nou, dat is wel heel erg leuk. Ja, en deze komt dus van Flying Tiger. Ja, echt 1 euro maar. Dat is toch geen geld? Dus ja, aangezien dit een van de weinige ballen is, dan komt hij denk ik gewoon prominent een beetje hier. Zo, zonder dat ding natuurlijk. Tadaa! De broodjes zijn net klaar. Ik sta hier in de keuken, want we zijn een beetje een soort van late lunch aan het maken. 2 broodjes. We hebben wat scrambled eggs. Sorry trouwens voor de hele rommel hieromheen, dus ik zal eventjes... In your face de ei doen, zodat je niet alle rommel eromheen ziet. We hebben hier een beetje ei. Even lekker eten, want we gaan zo meteen sporten. Zoals je misschien wel in de vlog van gisteren hebt kunnen zien. Had Tara iets van, ik moet echt weer gaan sporten. Dus ze kwam bij mij aan met al haar sportspullen. En ze wilde mij ze ook meenemen. Dus ik ga inderdaad mee. Alleen ze kwam er net achter dat ze gewoon haar legging en een t-shirt was vergeten. Dus ik heb iets van, goed voorbereid daar. Goed voorbereid. Gelukkig. Heb ik heel veel sportkleding liggen dat niet gebruikt wordt, uiteraard. Dus dat kan ik aan haar uitlenen. Dus voordat we daar naartoe gaan, moeten we natuurlijk even wel wat gegeten hebben. Anders vallen we straks neer. Dus ik heb weer even nieuwe thee opgezet. We eten even wat roerei. En dan gaan we zo meteen naar de sportschool. Het gaat echt gebeuren. En dit is vlogmas nummer 12 die jullie nu zien. En het is voor het eerst dat jullie ons in de sportschool gaan zien weer. Dat betekent dat we dus eigenlijk al bijna 2 weken niet zijn gegaan. En stiekem is het nog langer. Ik zal niet zeggen hoe lang. Het is niet zijn geweest gewoon. Ik ga het gewoon niet zeggen. Nee. Mogen jullie niet weten. Jongens, ik ga helemaal kapot. Hoe ik eruit zie, dat is ook hoe ik me voel. Tara loopt hier naast me. Kijken of ik jullie niet laat vallen. Daar. Zo, ik ben net weer thuis en ik kijk eventjes op mijn WhatsApp en ik krijg een linkje toegestuurd van Larissa en ik ga stuk. Dit is een Twitter vol met dark stockfoto's en stockfoto's zijn zeg maar van die foto's die je dan zeg maar kan kopen. Maar het zijn een beetje van die standaard foto's, zoals die mensen die heel lachend een salade eten of gewoon een opa en oma aan tafel. Dit is dus een Twitter account en die laat allemaal van die dark stock foto's zien. En met dark zijn ze echt dark. Oh, dat kan toch niet? Is dit echt of zijn dit gewoon neppe stock foto's? Want kan toch niet? Oh, ik hou hiervan. Het is echt wel... Ja, oké. Okay. Zeg maar, wanneer zou je dit gebruiken? Ja, bij nieuwsberichten of zo. Of niet? Of, wat is dit? En ik moet er gewoon om lachen. Het is zo unreal. Zeg maar, wanneer zou je deze foto gebruiken? Wat is dit nou? En je zou maar een fotoshoot hebben voor dark stock foto's. En dan moet je dit soort foto's maken. Moet je toch niet goed?
Ja, misschien dat jullie dit helemaal niet grappig vonden, maar ik vond het echt wel weer heel erg mooi. Ik kan hier echt uren naar scrollen. Vind ik heel grappig. Maar goed, ik ga heel eventjes... En ik heb echt de camera heel onhandig laag neergezet. Maar de kalender van Essence. Het was vandaag de 13e. Ik ga eens even kijken. Gek van bijna kapot, joh. Dit is een wenkbrauwpotlood. Het volgt wel op mijn kleur. Dus dat is heel erg fijn. En dan ga ik even in deze kijken. Oeh, het is een heel kleintje. Huh? Waarom is het zo klein? Het is een blokje. Wat zou dit zijn? Sugar Cube for Bath. With essential oils. Oh, chill. Dus dit is een soort van mini bruisbaltablet. En ik heb geen bad, maar ik kan het misschien wel in een voetenbadje of zo doen. Dat is wel heel erg lekker. En dan ga ik nu maar even douchen, want ik heb nog steeds niet gedoucht na sporten. En voordat ik ga douchen wil ik eventjes een nieuwe serie uitkijken die ik straks wil gaan kijken. En ik zit te denken aan... Alias Grace. Ik ken het niet. Maar ik denk dat het wel een goede is. Oh, dus misschien moet dat hem worden. En hier is Silly. Wat kijk je met grote oogjes? Je kijkt heel erg schattig. En Silly is eigenlijk heel erg dol op zijn zwarte fluffy dekentje. Maar ze is kort ook van deze witte. En hij is zelfs zo dol op dat hij vannacht niet bij me is komen slapen in bed. Terwijl normaal gesproken is hij niet weg te slaan uit bed. Hè, Sil? Nee, nee. Zullen we Alias Grace kijken? Vind je dat een goede serie? Ja. Omdat ik weet dat ik straks een serie ga kijken, ga ik deze vlog alvast afsluiten. Ik vond het heel erg leuk dat jullie weer hebben gekeken. Nou, terwijl ik deze vlogmas nummer 13 aan het editen ben, zie ik heel lieve beelden van lieve Silly. En ik bedacht me als vlogvraag voor deze keer. Lijkt me leuk om te weten of jij ook een huisdier hebt. Zo ja, wat voor huisdier? Hoe heet hij of zij? Laat me eventjes weten in de comments. Morgen gaan we weer gezellig de deur uit. En ik hoop dat het een beetje droog kan blijven, want we moeten helemaal naar Amsterdam. Want we hebben twee events. Dus wil je zien wat we op deze events gaan doen en welke events er zijn? Kom zeker morgen weer even kijken naar een nieuwe vlogmas. En ik zie je heel graag weer terug in de volgende vlogmas. Vergeet je daarom ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei!